Dankjewel, Bob. We zitten hier in een 600 Mercedes. De grootste Mercedes, zeiden de Duitsers. Het is de opvolger van de Adenauer. Absoluut luxe ten top. Echt waar, zo'n ding kostte in 1963 bijna 70.000 gulden. Om een indicatie te geven, 70.000 gulden. Iemand in Nederland verdiende 8.000 gulden per jaar. Dus je moet je voorstellen, ik kon een paar jaartjes verwerken voor zo'n auto. De paus had zijn auto. Adenauer had zo'n auto, de Duitse staatslied hadden zo'n auto. Pablo Escobar had zo'n auto, om maar even zijstraat te noemen. Dus omdat het een hele dure auto was, hadden de rijken en de criminelen zo'n auto, zo werkte dat in die tijd. En je moet je ook laten rijden in zo'n auto. Ik zit hier gewoon heel Bob, onze chauffeur vandaag. Bob, lachen. Die rijdt ons met veel plezier en ik zit hier en ik ga gewoon een beetje wat vertellen, want ik ga me vandaag helemaal niet druk maken, maar ik word gewoon lui in deze auto. Als gewoon ik wel vind dat je zelf moet kunnen rijden. Maar dan zit ik hiernaast, dat is niks voor mij. Bob, rijdt hij goed? Heerlijk. Dan mag je er zo uit. Dan wil ik toch zelf rijden. Dan mag jij hier zitten. Het is ook wel leuk om hier te zitten. Nee, doe maar uit. Zet maar uit, chauffeur. Kijk nou eens. Ik zal u verklappen, die oost zit in een eerste lak, die auto. Is er nooit gespoten. Ik moet even wat laten zien. Kom eens kijken. 1963, kijk. Automatisch, let op. En dat staat er ook zo mooi bij, hè? Achtung, kofferraam dekkel sluit automatisch. Vinger weg. Nu ga ik u het meest bijzondere van de auto laten zien. Die 6,3 liter motor met 250 pk. Die zo verdomd snel is. Moet eens kijken. Dit is nou eens een motor. Ik keek laatst bij een nieuwe Audi onder de motorkap en ik kon geen motor meer vinden. En ik was dat nu. Alles was ingepakt. Maar de machine, maar de techniek, hè. Ook dat klinkt Duits. Het trilt niet na. Blap. Hij was gemaakt door tegenhanger van de Rolls en Bentley. Alleen hij was veel beter. Die Duitse gruteligheid die merk je in die auto. En die zie je nu, na al die jaren, na 40 jaar, zie je nog steeds topauto. En deze auto is helemaal niet gerestaureerd. Die is origineel. Wat staat er op de klok, Bob? 70.000 kilometer. Nou, en je kunt het niet zien, want alles is nog in absolute nieuwstaat. Het leert alles. Natuurlijk, dat ding airco heeft en dat soort zaken, hoef ik het helemaal niet over te hebben. Maar dat is natuurlijk zo. Wat hij wel had. En dat is zeer kostbaar, luchtvering. En je luchtvering is wel zo, als het stuk is, kost het serieus geld. Dus je moet zorgen dat het heel blijft. En wanneer hou je het nou heel? Als je frequent rijdt. Kijk je uit, Bob? Ik wil me nergens weer moeien. Maar ik ben een beetje scheidlaars met een andere noot. Ja, oké, okay, ja, volgens mij gaat het goed. Wat wel bijzonder is aan deze auto, er zitten dus achter geen veiligheidsgordels in. Hier zitten veiligheidsgordels, hier, hups, voor de chauffeur. Alsof die chauffeur belangrijk is. Is die chauffeur belangrijk? Nee, helemaal niet, want ik moet jou betalen. Ik ben eigenlijk belangrijker dan jij. Hier zitten helemaal geen gordels in, dus moet je nagaan. Er is helemaal niet over nagedacht in die tijd. Dus degene die achterin zat, de paus bijvoorbeeld, had geen gordels nodig. En de chauffeur? Nee, had wel gordels. Snap je dat nou? Maar er werd wel goed gezorgd. Elke deur heeft zijn eigen sigaret aansteken. Dan ga je zo achterin zitten met een dikke sigaar. Pfft, en loop je te paffen. En doe je het raampje fijn open. En denk je, ach jongen, wat kan mij nou gebeuren? En dan heb je natuurlijk chauffeur weer rustig rijdt.
Niet eentje wie ik elke 5 minuten moet maken, die rustig moet rijden. Ja, dat is de leeftijd, jongen. Je moet rustig rijden. Je zou het leert zich om rustig te rijden. Ja, en nog een rekening. Niks. Ja, ik ben zo benieuwd. Ik wil zelf ook wel even rijden, hoor. Oh, wat is dat dan? Dit is een schietstoel. Sorry mensen, dat moet u even zien. Kijk eventjes. Is dat dan niet leuk? Wat die Duitsers ook bouwen, kijk dan. Het is voor de dunne Duitse en het is voor de dikke Duitse. Ik heb het dan gezien dan, jongens. Doei!